V8 die bij BMW vandaan komt, 4,4 liter groot, 630 pk, 750 Nm koppel. Nou jongens, bestel die G-klasse AMG maar af, want de Defender Octa is hier. Twee zelfs. Ik ga het zo hebben over de verschillen en verschillende opties en wat er allemaal onder de motorkap te vinden is. Dat is natuurlijk belangrijk, maar het uiterlijk is ook belangrijk. Ik ben Wouter Karsen. Dit is een autoblog video. Moet ik ook altijd even zeggen, want dan weten jullie waar naar jullie kijken. Ja, ik vind het wel leuk. Wij zijn stiekem een beetje Defender fan. Er zijn best wel veel motorisering natuurlijk al geweest. Plug-in hybride, diesels, lekker. Benzines, V8. Maar die V8, ja, wat een leuke auto, maar ook wel een beetje tammetjes. En dat maken ze nu goed met de Octa. Zeg ik nou echt dat een Defender V8 een beetje tammetjes is? Ja, ik zei het wel, hè. Maar het is wel een beetje waar. Zeker als je de Octa ernaast zet. Ja, een Octa, zo'n octagon, de vorm van de diamant, de natuurlijke vorm. Nou, kregen we net een hele uitleg over. Echt fantastisch. En dat, ja, weet je, dat vonden ze mooi passen bij Defender. Je zou hem ook de Defender SVR kunnen noemen, maar dat vinden ze zelf weer van niet. Maar het is wel dat sausje. Dus lekker sportief. V8, die bij BMW vandaan komt tegenwoordig, onder de motorkap. 4,4 liter groot, twin turbo, 630 pk, 750 Nm koppel. Dat is wel goed. Weet je, het is ook een plusje van dik 100 pk ten opzichte van de reguliere Defender V8. Dus dat is echt wel erg oké. En prestaties willen we dan natuurlijk ook meteen even weten. Dan hebben jullie al die details ook maar gewoon weer meteen binnen. 4 seconden naar de 100 en de topsnelheid, dat is een ingewikkeld verhaal. Dan hangt vanaf, wilt u deze of wilt u deze? En dan gaat het specifiek om de banden die je kiest. Dit is het 22 inch wiel met de all-terrain band. En hier naast mij heb ik het 20 inch wiel met echt de grove off-road band. Als je die kiest, heb ik slecht nieuws voor je. Dit is wel hoe het er gaaf uitziet. Ik bedoel, deze wielen en die banden, dat is hoe je wil dat jouw Defender Octa eruit ziet. Maar dan mag je maar 160 km per uur. Met die wielcombinatie, dus die band met deze velg, 250 km per uur. Nogal een verschil. Er zit gelukkig ook een intermediate tussen. Sinds jullie allemaal Formule 1 kijken, weten jullie wat dat is. Dat is letterlijk, nou ja, het is eigenlijk van beide net niks. Maar dan, je kan er wel een beetje mee terrein rijden, maar ook wat harder rijden. 210 km per uur. Dus, nou ja, die keuzes hebben jullie natuurlijk. Maar verder, ja, alle uiterlijke wijzigingen ook even doorlopen. Defender Octa, ja, ander front. Die luchtinlaat is anders. Ook met, ja, een beetje die, ja, dat is niet echt een achthoekige vorm, maar wel een specifieke vorm voor de Defender Octa. Spatbordverbreder is 68 mm breder. Hier die, ja, traanplaatoptie, zeg maar, zoals ik altijd noem, die is natuurlijk verdwenen. Dit is specifiek voor de Octa, deze combinatie van letters met dat goud eromheen. Dat is overigens een Octa First Edition of Edition One. Dat maken ze zelf een beetje, halen ze door elkaar. Daar heb je weer andere opties qua bijvoorbeeld Defender letters. Dan kunnen ze carbon zijn bijvoorbeeld, chipped carbon om precies te zijn. Nou ja, zo zijn er wat uiterlijke wijzigingen. Het is wel, ja, weet je, ik vind het wel goed. Het springt er wel lekker uit. Weet je, dit is niet een reguliere Defender. En dat is natuurlijk waar ze wel naar op zoek moesten. Als je echt mensen uit een G-AMG wil halen, daar zie je het meteen. Joh, dat is een andere versie. Dit is de dikke versie, de snelle. Klinkt beter. Nou ja, we kunnen nog niet hier even starten en even horen hoe die klinkt. Maar het uiterlijk is in ieder geval goed gelukt. Kijk hier, Octa badge. En ook de achterkant is denk ik wel gewoon goed. En dat kunnen we leuk, we hebben allemaal het publiek daar. Zijn allemaal aan het kijken hoe ik het aan het doen ben. Bijvoorbeeld de uitlaat. Ja, dat zouden we eigenlijk wat verder moeten staan, maar dat kan niet. We moeten door de muur heen. Maar ja, die dubbele uitlaat, mooie, goede vorm. Weet je, het is serieus goed gedaan. Gewoon, en ook deze roosters ook weer in die octagon vorm. Dus dat is, zeg maar, volgens mij de uiterlijke wijzigingen. En er zijn er nog wat andere dingen die belangrijk zijn. Bijvoorbeeld het onderstel. Reguliere Defender eigenlijk
Ja, vrij traditioneel onderstel, moet ik dan zo zeggen. Niet slecht hoor, zeker niet. Heel goed ook om mee te offroaden uiteraard. Maar als je er wat harder mee rijdt, dat je denkt, ja, ik ben wel met een offroader op pad. Dat is zeg maar altijd het hele lastige met dit soort auto's. Het is hoog, zwaar. Je wil dat de wielen een goede uitslag hebben om goed te kunnen offroaden. Maar je wil ook hard de bocht door. Nou, voor de Defender Octa hebben ze daar aanpassingen. Hij heeft altijd luchtvering. Dat komt bij de Defender ook al. Maar hij heeft hydraulische zeg maar, systeem voor de anti-rollbars. Die anti-rollbars zijn verdwenen. Dus nou, het overhellen, het schijnt echt zeg maar, veel minder te zijn. Ik heb het nog niet kunnen proberen, dus ik ga even uit van de dingen die JLR daar mij vertelt. Maar dat is wel een mooie aanpassing. Hè? Zo zie je, als we het hebben over wat Defender Octa allemaal anders is. Motor, echt gewoon heel anders. Uiterlijk inderdaad ook anders. Onderstel anders. Maar bijvoorbeeld ook de offroad capaciteiten. Hij heeft 1 meter doorwaaddiepte, dus de Holy Grail. De oorspronkelijke Defender begon bij 50, werd toen 90 centimeter, nu 1 meter. Dus nou ja... En het grappige is, zij zeiden, ja, maar we zouden nog dieper kunnen gaan. Alleen dan krijgen we een beetje met het natuurlijk fenomeen krijgen we dan te maken. Die auto gaat drijven. Toen zei ik, nou, als ik nou instap en Perry Snijders, kennen jullie niet, maar die is er ook. Die is ook, dat is meer van Perry, net zoals de meer van Wouter. Als wij daar nou in gaan zitten, dan drijft hij misschien niet. Dus dat zijn, zeg maar, de wijzigingen. Dan hebben we nog het innerlijk. We willen dit interieur. We willen deze stoelen. Kijk, waarom willen we dat? Daar ga ik even aanwijzen. En de cameraman zal aan bijstellen. Hier zie je die chipped carbon opties. En voorin ook wat dingetjes. Ja, dat is gewoon wel heel erg mooi. Ik vind het Defender interieur sowieso. Weet je, ze hebben gewoon lekker gewoon eigenwijs met die handgrepen. Die schroeven die je gewoon zichtbaar ziet. Maar hier zie je ook ja, dat chipped carbon wat zichtbaar is. Nou ja, dan heb ik een beetje slecht nieuws voor je als je denkt, nou leuk, ik wil dit interieur en ik wil die kleur auto. Dat heb ik namelijk heel erg. Dat gaat niet zo. Slecht nieuws? Nou ja, komen jullie wel uit. In het interieur ook, ja, en ja, ik, weet je, kan ik nu opdrukken, maar daar heb ik niet zoveel aan. Octa-knop, dan gaat hij meteen zeg maar, in de maximum attack-modus voor de weg. Je hebt natuurlijk die terrain response dingen, maar ja, ook een knop waarbij nou ja, de motor, de bak en het onderstel meteen in de goede stand gaan. Ja, dus dat is ook wel weer leuk. Je past ook bij een auto zoals deze, dat je dan meteen ja, naar dat soort standen toe kan. Ik heb nog meer dingen, ja, remklauwen op de normale Octa altijd zwart. Op de Edition One zijn ze dan goud, optioneel volgens mij. Volgens mij kan je daar ook wel weer wat in kiezen. Nou ja, dus dat zijn ja, even wat dingen van de Defender Octa. Ik zeg geen Land Rover, omdat we dat niet meer zeggen hè, bij de Defender. Het wordt een merk op zich. Prijs willen jullie misschien weten. Begin met een 3 en het is niet 30.000 euro. We hebben nog niet de officiële prijs, maar als je bedenkt dat... Normale Defender V8, geloof ik 230.000 euro. Nou, deze is duur en er zit heel veel belasting op. Nou ja, weet je, you know the drill. Heeft overigens, zeg maar, de Nederlandse klanten die ook al een voorproefje krijgen, slash hebben gekregen, niet kunnen weerhouden van, zeg maar, toch wel al wel bestellen. Dus we gaan er hopelijk een paar op de Nederlandse wegen zien. Dus dat is wel leuk. Ik vind het wel... Weet je, weer een goede toevoeging aan de Defender-familie. Erg leuk om hier even te zien. Hopelijk ook binnenkort een keer rijden. Met alle verschillende versies natuurlijk. Weet je, off-roaden. Ik zag driftfilmpjes op sneeuw. Lijkt me ook leuk. En we kunnen er heel hard mee rijden met die velgen. Ja, kijk uit naar die uitnodiging, Aldo. Komt helemaal goed. Hij staat hier te lachen. Jullie bedankt voor het kijken. Defender Octa. Meer details volgen vast later nog wel en hopelijk dan een keertje rijden. Dus wil je daar ook de video van zien, abonneren, notificaties. En zet maar in de comments die kleur of die kleur. Die kleur, hè? Die velgen ook. Weet je wat eigenlijk? Moeten eigenlijk deze velgen, 20 inch en dan de intermediates. Schijnt te kunnen. Kan je maar 210 km per uur, maar op zich wel snel.